Hi, ik ben Jasper van de Vodafone-winkel in Amersfoort. Het is natuurlijk nooit leuk als je toestel gestolen wordt. Maar wat moet je dan doen als die gestolen wordt? Dat zal ik jullie nu uitleggen. Als je toestel gestolen is, is het van belang dat je als allereerste de Vodafone klantenservice belt om je nummer te laten blokkeren. Doe daarna binnen 5 werkdagen aangifte bij de politie van diefstal. Daarna kan je met die aangifte en een legitimatiebewijs naar de Vodafone-winkel om een nieuwe simkaart op te halen en eventueel te kijken naar een nieuwe telefoon. Naast het blokkeren via de mobiele telefoon is het ook mogelijk om via internet je nummer te blokkeren. Daarvoor moet je ingelogd zijn op My Vodafone. Als je helemaal ingelogd bent, zie je het overzicht van My Vodafone. Aan de linkerkant zie je een menubalk met allemaal opties die je kan kiezen. Dan kiezen we voor de optie toestel en instellingen. Daar gaan we dan naartoe. Dan zien we hier verschillende opties staan en we kiezen voor de optie instellingen, de tweede. Dat is deze. Daar zien we allemaal mogelijkheden die je kan instellen bij je abonnement, waaronder de tweede optie, het blokkeren van je abonnement. Zo kan je dus voorkomen dat als jouw toestel gestolen is, dat andere mensen je abonnement kunnen gaan gebruiken. Als je dan je nieuwe simkaart hebt opgehaald in de Vodafone-winkel, kun je met je abonnement weer doorbellen zoals je van ons gewend bent.